We hebben te maken met een wisselvallig weertype. Lage drukgebieden trekken langs of over ons land. En dat zorgde er vandaag voor dat we met buien te maken hadden. En daarbij ook een stevige zuidwestenwind. En dat maakt het best een uitdaging om die paraplu tijdens zo'n bui in bedwang te houden. Na regen komt meestal zonneschijn en die regel ging vandaag ook op. Vanuit het westen brak de bewolking steeds vaker open. En hier op het strand bij Noordwijk gebeurde dat al relatief vroeg vandaag. Vanavond trekken er nog enkele buien over het land, maar de meeste plaatsen houden het droog. Temperatuur ligt dan rond 7 of 8 graden en we hebben nog altijd met veel wind te maken. Boven land is die wind matig en vooral in het noorden en westen, in de provincies die grenzen aan zee, is die zuidwestenwind nog duidelijk merkbaar met windkracht 5 of 6. Vannacht dan is het overal droog en die opklaringen winnen wat terrein en vooral wat dieper landinwaarts koelt het tijdens die opklaringen nog behoorlijk af. Minimumtemperatuur rond 4 graden. De wind gaat ook tijdelijk wat liggen, maar dat is morgen alweer einde verhaal. Morgenochtend kan er eerst nog wat zonneschijn voorkomen, maar vanuit het zuidwesten neemt dan al snel de bewolking toe en is de zon weer verdwenen. En vooral in de middag hebben we dan een paar uur met regen te maken. Die regenzone trekt daarna weer weg, maar met die aanhoudende zuidwestenwind komen alweer nieuwe regengebieden onze kant op. Dus voorlopig bevinden we ons nog in dat wisselvallige vaarwater. Morgenochtend is het dus nog droog en kan een glimp van de zon worden opgevangen, maar al vrij snel raakt het bewolkt en de middag ziet er dus vrij grijs en druilerig uit. Wel zacht met temperaturen in de dubbele cijfers. 10 graden in het noorden, 12 graden in het zuiden van het land, maar door die stevige zuidwestenwind zal het gevoelsmatig allesbehalve zacht zijn. In het binnenland 4 of 5 boven, matige tot vrij krachtige wind. En aan zee is die wind krachtig tot hard met windkracht 6 of 7. En vooral in het noordwestelijk kustgebied is kans op zware windstoten 75 tot 90 km per uur. Op Oudejaarsdag doet de temperatuur er nog een schepje bovenop. We hebben te maken met maximumtemperaturen van 14 tot 16 graden. Ook dan een stevige wind, veel bewolking en enige uren regenval. En met die maximumtemperaturen in de verwachting komen ook temperatuurrecords op scherp te staan. En hebben we mogelijk voor het tweede jaar op rij met datumwarmterecords te maken. Ook op 1 januari is het nog zacht, maar dan valt de maximumtemperatuur een fractie lager uit. 11 graden in het noordwesten, 14 graden in het zuidoosten. Ook dan veel bewolking, enige tijd regen en veel wind. Dus zoals het er nu naar uitziet, gaat de jaarwisseling ronduit zacht verlopen met een grote kans op temperatuurrecords.